Geachte aanwezigen, welkom in de raadscommissievergadering van 6 december. En hiermee heb ik de opening gehad met de vermelding dat afwezig zijn de raadsleden meneer Hof van Gemeentebelangen en meneer Nijkamp van de ChristenUnie en meneer Wildvank van de Partij van de Arbeid, waarbij meneer Broer is aangeschoven als commissielid. Van harte welkom. Daarmee heb ik de opening afgerond en gaan we over naar agenda punt 2, spreekrecht voor de burgers. Er hebben zich geen aanmeldingen voorgedaan, dus daarmee is agenda punt 2 gedaan. Vaststelling van de agenda. Ik heb een opmerking of een vraag aan de raadscommissie. Want we hebben, de griffier heeft eerder vandaag schriftelijke vragen ontvangen van D66, meneer Royakkers. En formeel is dit aan de raad om te behandelen, maar het verzoek van meneer Royakkers is om zijn vragen te betrekken bij de beraadslagingen in de commissie van volgende week, 12 december. En ik stel voor dit verzoek te honoreren en ik wil graag uw instemming daartoe. U knikt fijn, dan komen de stukken op het raadsinformatiesysteem komende woensdag, heb ik begrepen. En meneer Royakkers roept ook nog op tot een actie met het oog op aldersoverleg op 8 december. En we horen volgende week wat het college met die oproep heeft gedaan. Daarmee is de agenda vastgesteld en wil ik overgaan naar agenda punt 4. Cultuurbeleid 2017-2020. En er wordt in juni 2016... heeft de Raad de kadernota vastgesteld, waarin de visie en het volgende proces zijn vastgesteld voor het nieuwe cultuurbeleid. De Raad heeft ook een motie aangenomen over het opnemen van scenario's met de financiële gevolgen per scenario. En samen met de verschillende partners is het nieuwe cultuurbeleid ontwikkeld. Van de Raad wordt gevraagd om het cultuurbeleid vast te stellen, inclusief de inspraakreacties en de nagekomen inspraakreacties. En er wordt gevraagd om te kiezen voor scenario, financieel scenario 4, zo moet ik het benoemen. Bij dit agendapunt zijn ook een aantal vertrouwelijke verslagen opgenomen. En als u hierover over spreken wilt, zullen we dat in beslotenheid moeten doen. Mevrouw Klunder is aangeschoven. Van harte welkom als ambtelijke ondersteuning. Ik stel voor om in twee ronden te behandelen. We gaan eerst vragen een ronde doen en daarna hoor ik graag uw opinie. Ik probeer samen te vatten en het is dus van belang dat u zich uitspreekt voor een scenario. Wie kan ik het woord geven voor de vragenronde? Meneer Koetsier, CDA. Dank u, voorzitter. Wij hebben de stukken gelezen en zijn daar best positief over. Maar we hebben één vraag en dat betreft het Paalthof. We hebben het museum Paalthof. We hebben begrepen dat zij al jaren ijveren voor uitbreiding van het museum in verband met onder andere de Union-collectie. Er wordt ook gesproken over mogelijke financiële ondersteuning. Maar dat wordt verder niet uitgewerkt als wij hebben kunnen zien. Dus we zijn benieuwd naar de gesprekken die daarover lopen en of daar en hoe dat gaat en of er een inschatting is van de gewenste bijdrage. Dank u wel, meneer Koetsier. Meneer Broeren, PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. Enigszins in het verlengde van de vraag hebben wij de vraag van, nou, er wordt een structurele subsidie van de historische kring Dalfsen en analyse van vroeger, als ik het goed zeg, nee, vast niet, die worden ingeruild voor een project. Nou, wij hebben daar wat vragen bij of dat wenselijk is, want dat is voor nu misschien heel mooi, maar hoe gaat het dan weer verder in de toekomst? En hetzelfde geldt eigenlijk voor, er worden een aantal meer structurele subsidies op een aantal organisaties geschrapt. Het gaat volgens mij om de accordeonvereniging, het Stichting Landgoedconcerten. En vervolgens wordt er wel gekozen voor het ondersteunen van bijvoorbeeld de fanfares. Nou, er staat een onderbouwing bij, en dat is vooral gericht op investeren in jeugd. Maar verder komt het wat ons betreft toch een beetje lukraak over, van de ene wel en de ander niet. Dus daar zouden we graag wat meer informatie over willen hebben. Vervolgens wordt er ook gesproken over een subsidierelatie met de IJsselacademie, een bestaande subsidierelatie. Ik begrijp, tenminste ik denk te begrijpen wat ze nu gaan doen, maar ik was wel even benieuwd wat ze tot nu toe voor ons deden. Dat weet ik eigenlijk niet. Tot zover. Dank u wel, meneer Broeren. Nog meer vragen? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog drie vragen. En de eerste gaat over de cultuurhuizen.
Die worden een paar keer wel genoemd, maar alleen maar zijdelings. En ze lijken daar geen centrale functie te hebben. En misschien dat de wethouder iets meer over kan zeggen. Want we dachten, nou ja, die cultuurhuizen hebben we daar neergezet of willen we graag overal. En kunnen die nog meer benut worden? De tweede gaat, is een beetje een vraag over de schatkamer van Daalsen. En wel, ja, het is een beetje een praktische vraag, maar waarom voor die naam gekozen is. Want hij zette ons echt op verkeerde been. Schat van Daalsen, schatkamer van Daalsen. Dus is daar, waarom is er voor die naam gekozen? En in verlengde daarvan of er al iets meer gezegd kan worden over de ontwikkeling van die schatkamer. Ja, er worden wel allerlei dingen over gezegd, maar is er nog iets meer een beeld bij te krijgen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Snijder, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de ChristenUnie vraag over de schat van Kamer stel ik me iets bij. Wij hebben gehoord dat er dus inderdaad 100.000 beschikbaar komt daarvoor. In deze tijden kunnen we wel praten over een verlanglijstje. Is daar al iets over bekend wat er voor gedaan gaat worden? Verder is er geen rekening gehouden met provinciale gelden. En deze maand wordt daar de uitvoeringsnota verwacht. Is daar al meer bekend over of iets van te zeggen? En verder blijkt uit alle reacties die zijn gekomen, inspraaknotities, dat er ontzettend veel vrijwilligers bezig zijn om cultuur in onze gemeente draaiend te houden. En bij de inspraaknotities zijn wel antwoorden toegevoegd, maar ook in de gespreksverslagen van de verenigingen worden vragen gesteld. En we zijn benieuwd hoe die dan beantwoord gaan worden. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Snijder. Verder geen vragen aan de orde. D66, meneer Royakkers. Ja, ik steun de vragen over de uitbreiding van het Paltenmuseum, want het lijkt mij dat het echt noodzakelijk is om het uit te breiden, om recht te doen aan de wensen die er allemaal zijn. En zonder extra geld van de gemeente lijkt me dat lastig. Dus misschien dat daar een antwoord op kan komen wat daar de bedoeling van is. Ander is, er wordt gesproken over cultureel erfgoed in de notitie. En dat komt eigenlijk in mijn perceptie dan neer op verhalen. Nou is er hier wel een heel prachtig kasteel, wat ik ook als cultureel erfgoed zou willen zien. Het kasteel Rechteren. Kan het college iets zeggen over de toekomstperspectieven om dat toch ook een beetje tot het cultureel erfgoed van Dallassen te gaan rekenen, om daar wat meer aandacht aan te schenken? Dat was het. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Van Martels, mag ik u het woord geven om de vragen te beantwoorden? Dank u wel, voorzitter. En mij de schone taak om dat inderdaad te doen. Vragen met betrekking Paltenhof. Ik bedoel, voorspelbare vraag natuurlijk als je weet dat eventueel die schatkamer van Dalsen, als dat ontwikkeld gaat worden, dat moet natuurlijk allemaal nog worden vastgesteld vanavond. Maar als dat gaat gebeuren, dan zal dat inderdaad consequenties hebben voor het Paltenhof. Want daarbij in het verlengde daarvan zou je kunnen veronderstellen dat het Paltenhof inderdaad in de gelegenheid moet worden gesteld om die, zeg maar, schatten tussen aanhalingstekens ook daadwerkelijk tentoon te stellen. We hebben ook een duidelijke uitspraak gedaan in de notitie. We hebben gezegd van we zijn daar nog over in gesprek. Het heeft ook te maken met het feit dat de historische kring Nieuw-Luizen zelf ook financiële middelen heeft. Daarnaast moeten we gaan kijken van ja, hoeveel is er dan echt nodig? En hoe gaan we dan om met het gat wat, financiële gat wat dan eventueel opgebracht moet worden? En zijn er nog andere mogelijkheden dan dat alleen bij de gemeente neer te leggen? Nou, daar zijn we over in gesprek. Maar we wilden wel eerst even deze avond afwachten om te kijken van of het ook natuurlijk het voorstel sowieso in goede aarde valt bij u. Dus vandaar dat we die gesprekken uiteindelijk zeker zullen voortzetten. En aan de hand daarvan zal ook worden de conclusies moeten worden getrokken. En zullen we ook eventueel weer met een voorstel op termijn bij u moeten komen. Maar goed, besef wel dat dit plan is natuurlijk voor de komende 4 jaar neergelegd. Die we vragen van 375.000 euro en dat is voor een periode van 4 jaar. En ik hoorde van de PvdA al de vraag werd gesteld van we ruilen min of meer structurele middelen in tegen een incidenteel bedrag. Maar dit is wel voor 4 jaar. Dus over 4 jaar moet er weer opnieuw bekeken worden hoe we dan daar weer verder mee om zullen gaan. Dus dat is allemaal nog, dat valt te bezien in de tijd. Accordeonvereniging, geen bijdrage meer, landgoedenconcerten ook niet meer. Het lijkt een beetje lukraak, zegt u. Nou, het is juist met een gedachte gedaan, de subsidieverlening. U zegt het zelf al, we hebben geprobeerd om juist de verenigingen waar jeugdleden zijn, om die te ondersteunen. En daar is alles op ingezet. En als de accordeonvereniging ook weer een jeugdafdeling heeft, dan zullen ze ongetwijfeld ook weer ondersteund worden. Daarnaast zijn er nog steeds mogelijkheden om, om via een budget geld bij elkaar te halen voor innovatieve
initiatieven. Dus wat dat betreft zijn er nog steeds mogelijkheden, ook voor de evenementen waar nu eigenlijk straks geen gelden meer aan beschikbaar worden gesteld, is er nog steeds de mogelijkheid om financieel ondersteund te worden. De IJsselacademie, de vraag van, daar hebben we nu inderdaad een subsidierelatie mee. De vraag is van, wat hebben ze dan in het verleden allemaal gedaan? Nou, ik heb er niet 1, 2, 3 paraat, maar tot nu toe zijn we altijd heel tevreden geweest over de IJsselacademie. Het gaat over het immateriële erfgoed. Destijds zijn er wel verschillende opdrachten verstrekt aan de IJsselacademie. En dat hebben ze naar behoren gedaan. En dat heeft ons altijd in de gedachte gesterkt om ze te blijven ondersteunen. En nu echt ook met een opdracht om de historische kringen te ondersteunen. Dus de IJsselacademie, ja, langzamerhand. Ze zitten nu ook in hetzelfde gebouw als de historische kring Overijssel. En dat, die samensmelting die komt heel goed tot stand. Schatkamer, waarom die naam? Verwarrend. Ik weet niet of die verwarrend is. Ik bedoel, als je praat over een schat, dan weet je dat je in Delfsen moet zijn. En of dat nou een schatkist of een schatkamer is of de schat van, het heeft allemaal met Delfsen te maken. En ik denk juist dat het in het verlengde van elkaar ligt en ook wel misschien van toegevoegde waarde heeft. Maar ik sta open voor een suggestie van uw kant voor een nog betere naam. Maar dat kan altijd, mag u dan zo naar voren brengen. Hoe zit het met de provinciale gelden die eventueel nog beschikbaar komen? We weten in ieder geval dat extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor 500.000 euro. Maar hoe die verdeeld worden, geen idee. Daar krijgen we in de loop van deze maand of misschien volgende maand, krijgen we daar meer over te horen. En dat zou wel heel mooi zijn, zodat we ook weer de verbinding met Omme Hardenberg, zodat die behouden kan blijven waar we, met die cultuurarrangementen, waar we de afgelopen jaren zulke mooie dingen hebben gedaan. De rol van de cultuurhuizen, die wordt ook in de nota heel duidelijk naar voren gebracht. Ook die website samen maken met de bibliotheek en de cultuurhuizen. En daarnaast zijn natuurlijk de cultuurhuizen essentieel als het gaat om in samenspraak misschien wel met historische kring en om de verbeelding tot stand te brengen, om daar wat mee te doen. Maar die cultuurhuizen hebben we juist in beeld willen brengen. We hebben helemaal niks gezegd over theater bijvoorbeeld. Daar heeft de UOS Raad ook van gezegd van, daar moeten geen gelden naartoe. Wat dat betreft hebben we heel duidelijk gezegd, die cultuurhuizen hebben een prominente rol. En op welke manier die dan tot uiting komt, ja, dat zal ook in overleg moeten gebeuren met allerlei partijen. Maar we vergeten ze zeker niet. U heeft ook de inspraak van de trefkoelen gezien. Ons antwoord daarop is ook volgens mij duidelijk genoeg. Kasteel Rechteren, het wordt genoemd. Ja, daar gaan wij natuurlijk in deze nota niks over zeggen. Is gewoon familiebezit en daar gaan wij ons niet in mengen. Ik bedoel, het is niet. Het is een prachtig plaatje en wat ermee gaat gebeuren, dat is aan de familie van Rechten om dat te besluiten, om daar iets mee te gaan doen. En dat. Daar hebben we nu in ieder geval helemaal tot nu toe ons niet mee bemoeid en dat zullen we ook in de toekomst niet doen. Tenzij ze ons nadrukkelijk om ondersteuning vragen om iets te organiseren of wat dan ook. Maar dat initiatief zal niet van ons uitgaan. De gespreksverslagen. Mevrouw Snijder, vroeg u nog naar wat daarmee gaat gebeuren? Daar gaan we gewoon adequaat antwoord op geven. Zeker. Ontwikkeling van de schatkamer. Kan ik er al iets meer over vertellen? Nou, nog niet, nee. Behalve dan het feit dat er al heel wat gesprekken gevoerd zijn de afgelopen periode. En ook, mocht het daadwerkelijk inderdaad tot ondersteuning komen van de gevraagde middelen, ja, uiteraard dan gaan we in een rap tempo daar meer aandacht aan besteden. En dan zullen die ontwikkelingen ook niet lang op zich laten wachten, denk ik. Maar het is hoe dan ook wel een heel bijzonder plan wat hier voor ligt. Het gaat me liefst om 375.000 euro. En dat zal de historische kringen in Delfsen en Nieuwluizen een geweldig impuls geven. En daarnaast zullen alle kernen profiteren natuurlijk van het feit dat in iedere kern een verbeelding komt. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg mooi. Het historisch besef in de gemeente Delfsen zal alleen maar groter worden, denk ik. En voorzitter, volgens mij heb ik de vragen beantwoord. En zo niet, dan hoor ik dat graag. Zijn alle vragen beantwoord? Ik kijk rond. Zie niemand die een lampje heeft. Mevrouw Laschef is.
Nou, dank u voorzitter. De vraag is er wel beantwoord hoor, maar ik heb ook geen nieuwe naam voor die. Wil ik wel even op reageren. Ik had geen nieuwe naam ervoor, maar het viel mij op in gesprekken met mensen als het gaat over de schat van Dalsen. Dat iedereen inderdaad terecht natuurlijk aan die oude schat denkt. Dus schatkamer, dat mensen denken dat dat een verlengde is van die schat van Dalsen. En ik ben wel blij dat in de nota staat dat inderdaad alle kennen erbij betrokken wordt. Maar dat was waarom het ons een beetje op verkeerde been zette. Hey, schatkamer van Dalsen dus. Maar ik heb geen andere naam en ik hoop dat deze naam straks de lading helemaal zal dekken. Dank u. Ja, bij mevrouw Snijder riep dat ook verwarring op blijkbaar, want die vroeg naar die 100.000 euro, dat heeft ook inderdaad weer met de schat van Dalsen te maken. En dat is voor wetenschappelijk onderzoek bedoeld en dat moet verder uitgewerkt worden. Dank u wel, meneer Van Martels. Ik wil graag uw opinie horen. Mag ik rechts beginnen? Meneer Veldhuis, VVD. Wij kunnen eigenlijk heel kort zijn. Wij hebben de cultuurnota gelezen en bekeken. Voor ons is cultuur belangrijk. Het geeft een boost aan toerisme en recreatie in het dorp. Het geeft ook een gevoel van trots om in Dalsen te wonen en Dalsenaar te zijn. En leven in een cultuurrijke omgeving geeft dan ook ondernemers zin. En wij zullen dan ook instemmen met de voorliggende plannen. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. De vragen waren inderdaad beantwoord. Maar ik kreeg wel de indruk dat de wethouders dachten van misschien dat je beter niet twee keer aan dezelfde steen kunt stoten. Maar misschien toch goed om nog even in het achterhoofd te houden dat mochten er goede ideeën zijn, dat het natuurlijk niet verkeerd is om die eens een keer heel vrijblijvend te bespreken met de familie. Mag ik even interpreteren, voorzitter? Meneer Van Martels. Ik weet niet welke steen u bedoelt, want ik heb er volgens mij niet eerder gestoten aan een steen, hoor. Ik bedoel het niet persoonlijk. Ik bedoel het niet persoonlijk. Puur informatief. Nee. Ik bedoel het niet persoonlijk. Maar dat is een lange geschiedenis. Over de notitie en de voorstellen van het college. In onze ogen prima stuk. We vinden het fijn dat er ook uitvoering gegeven is, tenminste naar onze interpretatie, aan de motie die we mede met gemeentebelangen en de Partij van de Arbeid hebben ingediend destijds hierover. Er is veel aandacht voor jeugdleden van verenigingen en er is ook veel aandacht voor educatie. Dat vinden wij prima. En we zijn ook blij mee dat er meerdere scenario's zijn opgesteld, zodat je ook kunt afwegen en er wat te kiezen valt voor de raad. En dat er een goede inzet is op cultuur voor alle inwoners en dat er ook veel aandacht wordt geschonken aan de basisscholen, want inderdaad denk ik ook dat als je verhalen vertelt en verhalen blijft vertellen, dat dan onze cultuur en historie levend houdt. Wij zijn het eens met het voorgestelde scenario 4, kortzijdshalve. Fijn, dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. En dank u wel, voorzitter. Nou, het is, ik zal kijken of ik wat helderheid kan brengen als het gaat om het begrip schatkamer. Want ik begin met een citaat uit het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. Cultuur inspireert, verbindt en zet aan tot nadenken. Daarmee is het van grote waarde voor onze samenleving. Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn. Waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Over onze drijfveren en onze dromen. Cultuur troost, daagt uit, onderzoekt, verrast en choqueert. Geeft plezier, maar zet ook aan tot denken. Het raakt en het verbindt. Het is de schatkamer van ons verleden. Met haar mooie en minder mooie kanten. Het geeft uiting aan de identiteit van vandaag. En het is daarmee een kraamkamer voor ideeën en de verbeelding van de toekomst. Nou, die vond ik wel toepasselijk bij dit verhaal. Nou, met die bril op heb ik ook naar de cultuurnota gekeken. En dan vinden wij het een goede nota. Wij willen de gemeente complimenteren voor het opgezette participatieproces. We hebben veel mensen gesproken die ook daarin geparticipeerd hebben. En die hebben dat als zeer waardevol ervaren. Complimenten. Blij om te zien ook dat veel van de suggesties, ook vanuit de motie, zoals eerder al gezegd, en eerder vanuit de raad gemaakt, zijn overgenomen in deze nota. Daarnaast zijn wij ook blij met, en die wil ik toch even noemen, omdat die ook expliciet genoemd was, met de extra inzet tot behoud van voor ons een waardevol evenement als Kunst op Straat. Daar wil ik echter nog wel een opmerking bij maken. In de notitie staat Kunst op Straat, dat Kunst op Straat, of de bijdrage aan Kunst op Straat, een cadeau is van de gemeente aan Kunst op Straat of iets dergelijks. Nou, Kunst op Straat is geen cadeau aan de inwoners, het is een cadeau van de inwoners.
hardwerkende, enthousiaste groep Dalfsenaren die met deze technologie iets wat tekort wordt gedaan, volgens mij. Er wordt een jaar lang keihard aan gewerkt door Dalfsenaren om iets te maken voor Dalfsenaren. Wat ons ook enigszins verbaast, dat is de gevolgen die dit nieuwe beleid heeft voor een aantal verenigingen. Ik heb ze net al eerder genoemd. Wij begrijpen de keuze voor jongeren, maar of dat nu van doorslag moet zijn op een begroting zo groot als deze, om daar voor een paar honderd euro, een paar duizend euro gaat het uiteindelijk om, die keuze te maken, daar staan wij niet helemaal achter. Als ik naar de... Nou, als oordeel gaat, dan is voor ons scenario 4 absoluut het scenario waar wij voor zouden willen gaan. Met dus de kanttekening dat wat ons betreft die korting op deze verenigingen niet nodig zou zijn. Dat is hem. Dank u wel, meneer Broeren, voor de mooie woorden. Meneer Koetsier. Dank u, voorzitter. We hebben het beleid ook goed gelezen en we vinden dat er een goed beleid ligt. Volledig en goed uitgewerkt. We zijn ook blij met het gevolgde participatieproces. We willen dan als CDA-fractie ook graag dik compliment geven aan het college, de wethouder en de ambtenaren voor het beleid wat er ligt. Het gaat over cultuur. Het is creatief en volledig uitgewerkt. Onze inbreng komt ook goed terug, die we een tijd geleden hebben gedaan, namelijk gericht op jeugd. En op dat schat van Dalfsen in de verschillende kernen tot uiting komt. Dus eigenlijk stemmen wij volmondig in met het voorstel. Natuurlijk zou het mooi zijn om de overschrijding te minimaliseren. Maar we stemmen van harte in met scenario 4. Dank u. Dank u wel, meneer Koetsier. Mevrouw Snijder, gemeente Belangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Bij het vaststellen van de kadernota hebben we al geconstateerd dat er heel veel ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van cultuur, educatie en archeologie. En mede daardoor is het ook levendig geworden in onze gemeente. Er is ontzettend veel ambitie en ook veel initiatief. En dit alles heeft geleid tot deze beleidsnota ruimte voor initiatief. Wat ons betreft is het ook een heel goed leesbaar stuk geworden. Duidelijke input voor beleid, na elk hoofdstuk heel duidelijk aangegeven. En verder is er goed geluisterd naar de inbreng van de verenigingen en organisaties. En ook de motie die is ingediend bij de kadernota is meegenomen. En dan bedoel ik met name de ondersteuning van de muziekvereniging en de ruimte die er is, al zij het beperkt voor beeldende kunst. En u deelt met ons en ook de organisaties dat de gezamenlijke agenda wordt gemist. De website dalfsendoet.nl zou daaraan kunnen voldoen en heeft inderdaad meer aandacht nodig. En gelukkig gaat dat met deze nota geregeld worden, dat de bibliotheek, cultuurhuizen en de cultuurmakelaar dit gaan oppakken. Maar ook de mogelijkheid voor reclameuitingen, zonder dat het steeds opnieuw leesjes kost, dat die betaald moeten worden, zou wat ons betreft wat nader uitgezocht kunnen worden. Het was prettig om te lezen dat er zoveel inspraak was en dit is goed voor de totstandkoming van een beleid dat breed gedragen wordt. De besturen en van met name de historische kringen voelen zich gehoord, maar ook anderen gaven aan dat het prettig was om mee te denken. En toch komen ook hier weer wat aandachtspunten naar voren en ook weer hier blijkt dat communicatie heel belangrijk is. We begrijpen dat de opgestelde regels niet genegeerd kunnen worden, maar ze moeten wel duidelijk vermeld zijn en niet zomaar gewijzigd worden zonder door te geven. Regels die gemaakt of veranderd worden, moeten duidelijker vermeld worden en doorgegeven worden. Het is dan ook goed om een jaarlijkse bijeenkomst te organiseren waarin uitgelegd wordt wat die regels zijn. Dat geeft u ook aan in de nota. Er is ook meer aandacht voor de cultuurhuizen en op pagina 14 lezen we ook dat er een tegemoetkoming komt voor verenigingen die daar een uitvoering willen geven. Dit om de hoge huur te compenseren. Uit alles blijkt ook dat die tegemoetkoming er moet zijn om het betaalbaar en toegankelijk te houden. Sinds de beeldende kunst is verdwenen uit de bovenwijkse voorzieningen, merken we dat er minder kunst aan de openbare ruimte wordt toegevoegd. Vandaar ook onze oproep in de motie van juni jongsleden. En in dit nieuwe beleid zal er alleen in de verbeelding van de schat van Dalfsen geïnvesteerd worden. We begrijpen die keuze en we kunnen ons er ook in vinden, ook al omdat we niet ons aan de indruk kunnen onttrekken dat er nog diverse kunstwerken ergens in opslag moeten staan. En die mogen wat ons betreft dan ook weer terugkomen in de openbare ruimte.
We vinden het een goed idee dat die schat van Dals een gezamenlijke opdracht wordt voor de historische kringen en dat het op die manier een vervolg krijgt. U zei net al, een enorme impuls voor deze verenigingen. En wat ons betreft blijft het op die manier ook echt iets van Dalsen. We hopen daarin op een goede samenwerking en op veel goede initiatieven. Verder wil ik nog melden dat het inderdaad heel prettig was om die verschillende scenario's in beeld te krijgen. En ook wij kunnen ons vinden om voor scenario 4 te kiezen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Snijder. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst onze dank voor deze notitie. Hij is helder, uitdagend en veelomvattend. De fractie van de ChristenUnie is dan ook echt enthousiast over deze nota. We steunen de visie dat kunst en cultuur belangrijk zijn als het gaat om een aantrekkelijke, prettige leefomgeving. En meer dan dat, het belangrijk is voor het welbevinden van mensen. Niet alleen het genieten van kunst en cultuur, maar ook het ermee bezig zijn. En dat derde aspect is dat het mensen de mogelijkheid biedt om mee te doen. En daarmee bijdraagt aan sociale verbondenheid. En we zijn blij dat dat laatste aspect ook in deze nota veel aandacht heeft gekregen. Een andere lijn die ons opviel was de keuze voor dichtbij, bereikbaar, toegankelijk. Zoals bijvoorbeeld naar voren komt in de aandacht voor amateurkunst en het verenigingsleven. En het investeren in kinderen en jongeren. Hierbij past wat ons betreft ook het maken van een verbeterplan met betrekking tot het Jeugdcultuurfonds. Tot slot onze complimenten voor het hele participatietraject. Het is al vaker gezegd vanavond. Er heeft veel ruimte gegeven aan alle organisaties. Onze keuze zal zijn voor scenario 4. Het heeft mooie ambities, het is toekomstgericht, het geeft veel verbinding en dat mag samen wat kosten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik probeer samen te vatten. Of wilt u nog reageren, meneer Van Martels? Nou, complimenten die gemaakt zijn, wat mij betreft gaan die voor een groot deel naar mevrouw Klunder, want die heeft een mooie notitie hier gepresenteerd en ook veel gesprekken al gevoerd in het voortraject, dus heel veel waardering voor haar inzet in het voortraject. En ja, de unanimiteit die uitgesproken is, dat sterkt ons in de gedachte dat we straks die schatkamer van Dalsen echt heel mooi in beeld kunnen brengen. En nou, men zegt wel eens, cultuur laat zien wie we zijn, wat ons bindt en wat ons onderscheidt. En we zijn denk ik met deze nota en straks met de plannen die ontvouwd worden heel onderscheidend bezig. En dat is heel mooi, denk ik. Daar kunnen we echt heel veel goede dingen mee doen. Dus heel veel dank voor uw steun daarbij. Dank u wel, meneer Van Martels. Dus het dikke compliment. Ik neem me niet kwalijk, meneer Veldhuis. Nog één kleine aanvulling. Ik heb net vergeten te zeggen dat wij ook voor scenario 4 zijn. Ik had die conclusie getrokken, omdat u instemde met het voorstel. En daarin stond scenario 4. Dank u wel voor deze aanvulling. Het dikke compliment heeft de wethouder en mevrouw Klunder in ontvangst kunnen nemen. Helder, uitdagend, creatief en volledig uitgewerkt. Ik heb een paar woorden opgenomen. Een boost voor recreatie en toerisme, ondernemerszin. Er is uitvoering gegeven aan de motie die is ingediend. Er is veel voor de jeugd en ook in educatie gestoken. Het is voor alle inwoners en voor alle kernen. En het heeft ambitie met historisch perspectief, toch ook toekomstgericht. De schatkamer van Dalsen in de breedste zin wordt mooi in beeld gebracht, zoals de wethouder net zei. En we proberen onderscheidend te zijn. En daarmee stel ik vast dat het als akkoordstuk na de raadsagenda kan, eind van deze maand. Met dank voor de ambtelijke ondersteuning. We gaan over naar het volgende agendapunt. En dat is de startnota preventief gezondheidsbeleid 2017-2020. We wachten even tot de bezoekers de raadzaal hebben verlaten. We hervatten de vergadering. We gaan verder met de startnota preventief gezondheidsbeleid 2017-2020, zoals ik net zei. Meneer Van Martels is ook hier de portefeuillehouder. We hebben de wettelijke plicht als gemeente om een gemeentelijke gezondheidsnota vast te stellen. En dat zal in mei 2016 gaan gebeuren. Maar om daar te komen is het wel wenselijk dat de raad in een startnota aangeeft wat de kaders daarvoor zijn. Er is geen ambtelijke ondersteuning, zie ik. Meneer Van Martels mag het alleen doen, maar dat gaat lukken. Ik stel voor te behandelen in twee ronden. Allereerst uw vragen en daarna uw opinie.
En dan probeer ik weer samen te vatten. Wie kan ik het woord geven voor de vragenronde? Mevrouw Kappert, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben één vraag en die betreft het raadsvoorstel. En daarin is bij het kopje duurzaamheid gesteld dat het niet van toepassing is. En ik vraag me af of daar niet iets te zeggen is over sociale duurzaamheid. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Nog meer vragen? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. In de startnotitie wordt gesproken over drankgebruik en roken. Onze vraag is, wordt hier ook het drugsgebruik in meegenomen? Dank u wel, mevrouw Rameman. Nog meer vragen? Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Ergens in de analyse staat dat in Dalfsen de jongeren in verhouding meer alcohol drinken dan in ons omringende gemeente. Is daar een verklaring voor te geven? Meneer Van Martels, heeft u een verklaring voor het alcoholgebruik onder jongeren in vergelijking met andere gemeenten? En de andere vragen die gesteld zijn. Ik wil best een poging wagen waarom dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Alleen, dit is een startnotitie. Uiteindelijk gaan we in de daadwerkelijke notitie ook proberen om bevorderende maatregelen te creëren. Waardoor het gebruik van drugs, van drank en het rookgebruik, om dat in ieder geval naar een wat aanvaardbaarder niveau te laten dalen. En wat zou nou een oorzaak kunnen zijn voor het feit dat jongeren hier meer drinken dan elders in de regio? Het is toch in de cultuur geslopen, denk ik, zo langzamerhand. En een pasklaar antwoord heb ik daar natuurlijk niet op. Maar het is een algemeen aanvaardbaar blijkbaar in het verleden. Te veel, te vaak en te vlug dat jongeren dronken. En daardoor zijn die cijfers, die trouwens ook wel een beetje gedateerd zijn. Dus ik hoop binnenkort ook over wat actuelere cijfers te beschikken. En nou ja, we hopen natuurlijk dat dat we daar in ieder geval stappen kunnen zetten. Maar het feit dat we eraan dachten aan zullen besteden, dat is ook de vraag van mevrouw Rameman, ook aan drugs, uiteraard, belangrijk. Het gaat om leefstijlbevorderende maatregelen. En nou, daar hoort dit onderdeel zeker bij. Duurzaamheid, sociale duurzaamheid, zouden we daar niet een opmerking over kunnen maken? Nou, in ieder geval de gezondheidsnotitie. Die is er wel op gebaseerd dat we natuurlijk winst willen boeken als het gaat om de sociale duurzaamheid te vergroten. In die zin zou er iets over gezegd kunnen worden. En we zullen het ook niet nalaten om dat in de daadwerkelijke notitie om daar iets van te zeggen. Ik zie dat meer als een aanbeveling dan dat het nu als een gemis moet worden ervaren. En daarmee heb ik de drie vragen beantwoord, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Martels. Iemand naar aanleiding van de beantwoording? Nee. Mag ik uw opinie horen? Wie stelt het lampje beschikbaar? Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Wederom een mooie startnotitie, een duidelijke visie waarin veel is meegenomen. Volgens CDA wordt breed ingezet. Er is aandacht voor punten die het CDA belangrijk vinden. Dat is het armoedebeleid, participatie van inwoners, het gehele sociale domein, werk, inkomen en meedoen, alles komt aan de orde. Dit alles om Dalfsen gezond te laten zijn en te blijven. Als dan de preventie voor drugsgebruik ook nog wat nader wordt toegelicht, dan kunnen wij ons helemaal vinden in deze startnotitie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Mijn excuus dat ik u net niet zag. Maakt niet uit, ik neem het wel even mee. Dank u wel, voorzitter. Even kijken, wij hebben een notitie gelezen, dank daarvoor. Het is wat ons betreft een goede notitie, met een goede visie in. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking. We willen wel een aantal aandachtspunten meegeven. Eentje heb ik al een beetje door laten schemeren in de zin van, om te weten wat we moeten gaan doen, is het misschien wel handig om eens uit te zoeken waar het hem wel in ligt. Waarom wij in Dalfsen toch iets anders in de cijfers staan dan andere gemeenten. Het intrigeert ons toch wel een beetje. Wij zouden graag wat aandacht vragen voor een samenhangend beleid ook, als je kijkt naar de gezondheidsverschil tussen hoog en laag opgeleiden. Daarbij zouden we ook graag die preventieve kant daarbij betrekken. In de preventieve sfeer ook de aandacht voor bewust omgaan met geld, een erg belangrijke. Wij zijn ook wel benieuwd naar de gezondheidsverschillen per kern, of daar nog iets over te zeggen is. En wij missen tot slot de risico's van gewas- en dierbestrijdingsmiddelen.
Wij hebben recent nog wat brieven gehad, en die, met name uit Lemelenveld, over lelievelden. Dus we zouden graag zien dat daar ook iets over opgenomen wordt. Tot zover. Dank u wel, meneer Broer. Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. In tegenstelling tot mijn buurman van de Partij van de Arbeid was ik juist hier en daar erg positief verrast, omdat op heel veel punten de inwoners van Dalfsen juist veel beter scoorden dan om ons heen en in vergelijkbare gemeenten. Ja, er zijn natuurlijk, je kunt niet altijd overal beter in zijn. En nou, sommigen wel natuurlijk, maar niet iedereen. En dat brengt mij op het uitvoeringsprogramma en de ambities. Want ik vind het een mooie notitie. Het is helder, illustratief. Het lijkt me misschien wel een beetje te ambitieus. Het uitvoeringsprogramma heeft 3 lijnen. Iedereen gezond, Dalfsen floreert en goed voorbereid. Waarin je langs allerlei gezichtshoeken eigenlijk iedereen in de bevolking pakt. Zowel preventief als op andere wijze. Maar er staat bij de financiële paragraaf dat er nog geen zicht is op de mogelijke financiële gevolgen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de uitwerking of dat betaalbaar is. Omdat het, nou ja, het komt mij voor als een erg ideaal plaatje. En dan is het altijd goed om de financiële consequenties ervan onder ogen te zien. En ik wens daarbij het college en de betrokken ambtenaren veel succes. En u hebt de lat voor uzelf heel erg hoog gelegd, wethouder. En daar zullen we dan heel goed naar kijken. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Dank voor de startnota. Goede gezondheid start, wat de VVD betreft, ook met eigen verantwoordelijkheid. Iedereen weet of zou moeten weten wat nodig is voor goede gezondheid. Informatie hierover zien we dat wel overal te vinden is. De kranten staan er vol mee. Op internet is voor bijna iedereen voorhanden. Dus daar is heel veel te vinden over gezondheid en preventieve maatregelen die je kan nemen. Maar toch zien we een toename van ziektes die te maken hebben met ongezonde levensstijl. Zoals obesitas, diabetes enzovoort. Dus de eigen verantwoordelijkheid die wij verwachten blijkt dus niet altijd aanwezig te zijn. Vaak is dit terug te voeren op sociaal-economische status. De overheid, dus de gemeente, kan hier wat ons betreft in helpen met gezondheidsbeleid gericht op preventie. Wat ons betreft moet de gemeente zich hier vooral gaan richten op de zwakke groepen. Ouderen, lagere sociale milieus en vooral kinderen en jongeren. Deze groep is ook bij dit onderwerp extra kwetsbaar. We vragen hier dan ook extra aandacht voor in het preventieve gezondheidsbeleid. En we kijken uit naar het preventief gezondheidsbeleid dat het college nu kan opstellen en stellen deze startnotitie dan ook bij deze vast. Dank u wel, meneer Veldhuis. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar gegevens uit deze kadernota. Veel volwassenen ervaren hun gezondheid goed tot zeer goed. Tweede punt. Minder kinderen eten dagelijks fruit. Derde punt. Dalfsen jongeren en ouderen drinken fors. En het laatste punt, er zijn minder kinderen ziek thuis geweest. Deze gegevens laten zien dat er over gezondheid veel te zeggen is. Gezondheid is niet eenduidig en omvat veel. En daarbij spreken onderzoekers elkaar nog wel eens tegen. En hebben mensen de neiging om onderzoeken die hen niet uitkomen, minder belangrijk te vinden. En tussen al die onderzoeken en meningen in, zoekt de gemeente naar een effectief en integraal gezondheidsbeleid. Wij vinden dit een prima kadernota. We steunen de uitgangspunten en de keuze voor de 3 uitvoeringslijnen. We hebben wel een groot zorgpunt. En dat is dat 14% van de inwoners van Dalfsen behoort tot een kwetsbare groep. En wat wij dan daar zo zorgelijk aan vinden is dat ook hier geen inzicht is in de problematiek van de niet-gebruikers. Dit komt steeds terug. Hè. De afgelopen tijd hebben we vaak ontwerpen in de raad gehad waarbij steeds was. We weten niet hoe het zit. We weten niet waarom mensen geen gebruik maken. En wat ons betreft onderstreept dat de noodzaak om hier echt onderzoek naar te doen. Dat kan veel opleveren. En dat mag voor ons wel prioriteit hebben. Maar dat punt erbij genoemd, kunnen we verder instemmen met deze kadernota en wensen de wethouder en de afdeling veel succes hiermee. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn zeer tevreden met de startnota die voor ons ligt. Het ziet er goed uit. Er zijn in heel brede zin allerlei uitgangspunten en visies uit voorgaande nota's meegenomen.
En dat is goed. Ook wij maken ons net als CDA toch wel wat zorgen over het drugsbeleid. In die zin, er staat heel duidelijk in dat er qua preventie bij de jeugd een goed aanbod is. En ik denk ook dat dat zo is. Ondanks dat is er ook bekend dat er toch groepen zijn die gebruiken. En wij willen dan ook zeker aandringen op voortzetting van de preventiemaatregelen die er al zijn. Maar ook aandacht naast alcohol en roken voor drugs. De uitgangspunten aansluiten bij de doelgroepen maatwerk, stellingname, samenwerking, evenwicht. Prachtig. De aandacht voor kinderen willen wij nogmaals benadrukken en die voor de kwetsbare groepen. Het is al eerder gezegd, dus ik ga niet in herhaling vallen, maar wij sluiten ons daar zeker bij aan. Er zijn heel veel goede dingen in Dalfsen. We steken inderdaad in heel veel dingen wel boven het landelijke gemiddelde uit. Maar er zijn ook een aantal dingen die naar onderen doorschieten. En als ik dan bij kinderen kijk, zie ik minder fruit, minder buitenspelen, minder voorlezen en taalspelletjes. En meer dan 2 uur tv-computer. En daarin was Dalfsen toch wel een negatieve uitzondering. We hoeven niet altijd van het negatieve uit te gaan, maar ik vind dit zeker een aandachtspunt. Verder kunnen wij ons vinden in deze startnota en zien we uit naar de beleidsnota. Als die er net zo goed uit gaat zien, dan komt dat helemaal voor elkaar. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Van Martels, mag ik u het woord geven? Dank u. Te ambitieus wordt gezegd. Nou, eigenlijk hebben we maar 3 hoofddoelstellingen. En die, misschien is het ambitieus, maar ik zal ze nog even opnoemen. Het vasthouden van de hoge score op ervaren gezondheid. Dat zit in Dalfsen inderdaad ontzettend hoog. 87-88% voelt zich goed tot zeer goed. En daarbij zijn we nummer 2 van Nederland. Alleen Roosendaal, gemeente met 1500 inwoners, scoort hoger. Maar voor de rest scoren we daar bijzonder hoog op. Nummer 2, tegengaan van gezondheidsverschillen. Nou, als je weet de grote verschillen tussen afhankelijk van de sociale en economische status van iemand. En die verschillen die zijn dusdanig groot. Om die verschillen tegen te gaan, om daar al in ieder geval winst te boeken. Dat is een van de doelstellingen. En aandacht voor een gezonde leefstijl, dat zijn de belangrijkste zaken. En ik vraag me af of dat te ambitieus is. Ik denk dat we daar inderdaad, nou in ieder geval punt 1, en vasthouden van een hoge score, dat we daar blijvend hoog moeten scoren. Die andere 2 punten moeten gewoon winst boeken. Mijn streven is eigenlijk, of mijn ideaal, er zijn 5 blue zones in de wereld. En wat zijn dat nou? Dat zijn plekken in de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Er zijn 5 plaatsen aangewezen. En als Dalfsen daarbij zou kunnen horen, dan zou het Dalfsblauw, zeg maar, de Blue Zones, dan zou het Dalfsblauw echt kleur krijgen, denk ik. En het geheim van die Blue Zones, dat zit in de alledaagse dingen die ze doen. Het voedsel dat ze eten, de dagelijkse routine, het gezelschap waarin ze verkeren en hun kijk op het leven. Dat bepaalt voor een belangrijke mate of mensen lang leven, gezond leven en gelukkig leven. Nou, dat zijn maar ingrediënten waar we als gemeente ook wel invloed op uit kunnen oefenen. En het zou mooi kunnen zijn als we daar inderdaad straks kunnen zeggen van, nou, we hebben in ieder geval een bijdrage geleverd aan het feit dat Dalfsen straks nummer 6 is op de Blue Zone, een nieuwe blauwe zone in de wereld. En dan worden de mensen leven lang en gelukkig. Het lijkt net een sprookje, maar wij gaan er wel een bijdrage aan leveren. En de cijfers duiden, er wordt ook nog om gevraagd om daar meer duiding aan te geven. Dat gaan we ook zeker doen in de notitie. En we gaan ook kerngericht, dat was ook een vraag, dat gaan we ook allemaal in beeld brengen. Dus wat dat betreft staat ons heel wat te doen. Mooie ambities. En dank voor de waarderende woorden. We gaan ermee aan de slag. Dank u wel, meneer Van Martels. Ik heb nog even een vraag aan mevrouw Rameman en mevrouw Kappert over de toevoeging die u gevraagd heeft over drugsgebruik. Daar heeft de wethouder niet wat over gezegd. Is het een voorwaarde voor u om de stadnotitie? Meneer Van Martels. Het drugsbeleid in te voegen. Nou, dan is die toezegging nu genoteerd. Dank u wel. En daarmee stellen we vast dat we ook deze nota met veel complimenten richting de wethouder en het ambtelijk apparaat hebben gelezen. En daarmee akkoord zijn. Goed en integraal gezondheidsbeleid. Er zijn zorgen om kwetsbare groepen en kinderen met name. Drugs en drugspreventief beleid wordt toegevoegd door de wethouder. En het ambitieuze plan is om winst te boeken om een blue zone, Dalfsen blauw, laat het zo genoemen, hoe gezond is. Het geheim zit in de alledaagse dingen. En daarmee is ook agenda punt 5, de startnota preventief gezondheidsbeleid, wat de commissie betreft akkoord. En kunnen we die ook als akkoordstuk naar de raadsvergadering leiden. Dank u wel voor uw inbreng.
Dan gaan we naar nummer 6. Kaderbriefprogramma begroting 2018 van de GGD IJsseland. Een korte introductie. Dit is het nieuwe werken, noemen we het dan maar even, als experiment. We hebben als gemeente een kaderbrief ontvangen van de GGD en die vormt de basis voor hun begroting. We kunnen als raad daar geen zienswijze op indienen, maar op grond van onze kadernota verbonden partijen is besloten dat we deze wel gaan bespreken en inbrengen. De gemeentelijke vertegenwoordiger bij de GGD, in ons geval meneer Van Martels, kan input van de raadscommissie meekrijgen en die brengt hij dan in het algemeen bestuur van de GGD. Er zijn nog technische vragen gesteld door gemeentebelangen. Die zijn op het raadsinformatiesysteem geplaatst vandaag. Ik stel ook voor behandeling in 2 ronden. Vragen eerst en daarna graag uw opinie. Zijn er vragen? Er zijn geen vragen. Mevrouw Lasje, neem me niet kwalijk. Sorry, ik kijk heel snel. Dank u wel, voorzitter. Ik denk ik zwaai even met dat ding. We hebben 3 vragen. De eerste vraag gaat over vaccineren. Er is momenteel veel te doen over vaccineren, wel niet vaccineren. En de groep ouders die niet vaccineert lijkt groter te worden. Nou, er lijkt allerlei onduidelijkheid te zijn over wat nou mogelijke effecten en bijwerkingen zijn. Ligt hier een extra taak voor de GGD? Of heeft ze dat al extra opgepakt? Tweede punt gaat over de nieuwe ontwikkelingen. Daar wordt ook de publieke gezondheidsstatushouders genoemd. En er worden veel taken genoemd. En hoe zien we dat in de samenwerking met de gemeenten? Want bij gemeenten worden ook heel veel van die taken genoemd. Hoe is die samenwerking daarmee met de GGD? En als derde vraag, voor de nieuwe voor de nieuwe ontwikkelingen van de organisatie. Vroegen wij ons af van, je hebt natuurlijk meerdere GGD's in Nederland en wordt daar ook in samengewerkt? He, dus dat niet elke regio zijn eigen wiel uitvindt. En dat geldt misschien ook wel een beetje voor dat gezamenlijk oppakken van die publieke gezondheidsstatushouders. Van wat doen de GGD's daarin gemeenschappelijk en wat kan deze GGD meenemen daarin? Dat waren de 3 vragen, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Neem niet kwalijk. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, soms lijkt het wel alsof de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid vanuit dezelfde Dropbox werken. Tenminste, dat idee heb ik soms. Mijn vragen waren precies dezelfde. Ik wilde nog 1 aanmerking of opmerking maken. Want de eerste, vooral over vaccinatie, die heeft dus ook bezig gehouden. Is er enig inzicht binnen de gemeente of daar ook daar verschil tussen kernen zijn, bijvoorbeeld over de vaccinatiedichtheid? Dat is misschien wel interessant om mee te nemen in, en dan heb ik het eigenlijk misschien over de vorige nota, maar om die mee te nemen. En verder sluit ik mij volledig aan bij de vragen die erover gesteld zijn. Zijn er nog meer vragen die gesteld moeten worden? Nou, wij hebben dezelfde Dropbox, dus ik stel verder geen vragen. Geweldig. Meneer Van Martels, mag ik u vragen te beantwoorden? Ja, ik wil graag vragen beantwoorden, alleen ik hoop juist dingen van u mee te krijgen. Voor de als kaderbrief dient als basis voor de programmabegroting 2018. Maar het zijn ook vrij technische vragen, dus ik kan daar niet een heel specifiek antwoord op geven. Uiteraard zal ik dan u doen toekomen als daar een antwoord op gegeven kan worden. Maar ik weet wel, als het gaat om vaccineren, en dat staat ook in het stuk zelf, maatschappelijke zorg, dat daar in 2017 een nieuw voorstel voor gaat komen. En ook over de infectieziektebestrijding. Dat staat ook in het stuk van dat daar in 2017 een nieuw voorstel komt. Omdat er wel ontwikkelingen zijn die in ieder geval aandacht vragen en waardoor er een nieuw voorstel moet komen. Dus in die zin staat het volop onder de aandacht, of in de aandacht. Maar ik kan geen cijfers leveren. Ik kan ook niet zeggen van hoe zitten de verschillen per kern. Vaccinatiedichtheid, ik heb het woord nog nooit gehoord, maar het zal ongetwijfeld bestaan. Maar ik weet er niet hoe dat zit hier in de gemeente Dalfsen. En werken de GGD samen in de landen? Ja, dat doen ze zeker. Er bestaat zelfs enorm, er is een heel arsenaal aan benchmarkcijfers, waardoor je kunt vergelijken, maar er is ook veel overleg over bepaalde thema's. Ik weet bijvoorbeeld dat als het gaat over de kunstgrasvelden, dat is ook zo'n thema waar de GGD's nauw bij betrokken zijn, zullen deze week ook die RIVM-uitslagen besproken gaan worden. En dat gebeurt in overleg met en tussen de verschillende GGD's in Nederland. En over de statushouders, ook daar wordt ook dat onderwerp, dat wordt integraal opgepakt. En wat voor gevolg heeft dat nou voor, dat staat allemaal in het stuk natuurlijk, van dat het inderdaad van enige importantie is. Dat het inderdaad ook gevolgen zal hebben
voor ook kosten op bepaalde terreinen, extra aandacht voor op bepaalde terreinen. Dus daar is men zich terdege van bewust. En als dat tot enorme afwijkingen gaat leiden, dan moet dat besproken worden binnen het GGD-verband om daar A, voldoende zicht op te hebben, maar ook B, te weten wat de ontwikkelingen gaan betekenen, niet alleen in financiële zin, maar ook in kwalitatieve zin. Dus zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Martels. En het woord is vaccinatiegraad. Wat hoort bij de vaccinatiedichtheid? Dat kent u wel. U geeft aan dat u nog wat technische antwoorden aan ons wilt toesturen of zou kunnen toesturen. Ja, maar hoewel ik er ook wel redelijk dicht bij in de buurt kwam met het beantwoorden, denk ik. Maar mocht ik zelf tot de conclusie komen dat ik de Raad nog van antwoorden moet voorzien, dan ga ik dat zeker doen. Dank u wel. En kunt u ons informeren welke punten u heeft ingebracht binnen het overleg? Naderhand. Nou, we hebben zelf als college gezegd van dat wij geen extra punten hebben om in te brengen voor de programmabegroting. Alleen, we wilden de Raad in de gelegenheid stellen om dat alsnog te doen. Wat dat betreft is deze werkwijze ook uniek in de regio, heb ik me laten vertellen. En vandaar dat ook op de publieke tribune vanuit de GGD oogpunt ook belangstelling is om te kijken van, wil de Raad ons nog iets meegeven? Maar in andere gemeenten gebeurt dat blijkbaar op een andere wijze. En dan gebeurt dat rechtstreeks via de programmabegroting. En niet dat de Raad eerst nog de gelegenheid krijgt om zo de input te leveren. Dus dat is alleen maar mooi. Dank u wel voor deze beantwoording. En u neemt de input mee. En zodra er wat te melden is, horen we dat. Geen opinie? Oh, dan neem me niet kwalijk. Twee rondes. Twee rondes. Ik was er al klaar mee, maar dat was niet waar. Neem me niet kwalijk. We gaan naar de opinie. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Het is goed dat we deze kaderbrief kunnen bespreken. En hiermee worden we aan de voorkant geïnformeerd. We hebben er zelf om gevraagd en dat is prima. De vragen die ik net stelde, die kan de wethouder ook inderdaad zo zien als dat zijn aandachtspunten om mee te geven. Dat waren de punten inderdaad, die vaccinatie. Het is erg actueel en ik heb wel gelezen dat er een nieuwe notitie voor komt. Maar juist nu is het actueel. Dus het is een beetje onderstreping van het plan wat ze hebben. Dat gaat ook als het over gaat over statushouders en ook over die landelijke organisatie. Het is om te benadrukken van juist dat zijn belangrijke punten, neem die punten mee. Ja. Dus dat was de reden daarvan. We steunen de nieuwe ontwikkelingen en de taken die erbij horen. En we pleiten er inderdaad voor, dat was ook al duidelijk uit mijn vraag, om het gezamenlijk op te pakken. Ik heb één kritisch puntje. Deze kadernota is bedoeld om het gesprek aan de voorkant te beginnen. Maar we vinden de brief niet erg toegankelijk geschreven. Er worden wat afkortingen die niet worden uitgelegd en dat is jammer. Dus dat mag u meenemen als een tip voor de volgende keer. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Kleine-Koerkamp, gemeentebelang. Dank u wel, voorzitter. Prima. Trouwens, ik sluit me voorhand al even aan bij de ChristenUnie wat de schrijfstijl van deze kadernota betreft. Ik moest af en toe nog wel zoeken naar wat afkortingen, et cetera. Dat zou inderdaad beter kunnen. Verder is het prima dat de GGD de begroting meer aan de voorkant wil organiseren. Het is goed te lezen in deze kaderbrief dat de JGZ de volle aandacht krijgt, aangezien dit nog steeds een financieel onzekere factor is in de participatiewet. Dit mag ook blijken uit het nog hanteren van de oorspronkelijke ontschortingsbegroting bij de GGD in verband met het ontbreken van voldoende ervaringscijfers. Wij roepen de wethouder op hier binnen de overleggen bij de GGD scherp te acteren. Wij kunnen ons verder vinden in deze kaderbrief en zien de begroting GGD in april 2017 met belangstelling tegemoet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kleine-Koerkamp. Mevrouw Rameman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons aan bij de woorden die al gesproken zijn door de overige fracties. En we zijn blij dat er extra aandacht is voor de publieke gezondheid van statushouders. En dat er aandacht is voor onverzekerden. En verder zijn we akkoord met deze notitie. Dank u wel, mevrouw Rameman. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Namens ons ook dank voor de manier waarop wij deze kaderbrief mogen behandelen. Wat onze vraag betreft, ook die kunt u vooal zien als er iets om mee te nemen. Bij het vaccineren gaat het ons er ook met name om. Dat bij ons een beetje het idee bekruipt dat daar wat voorlichting over op dit moment wel eens gewend zou kunnen zijn. Laat ik het even zo formuleren.
En verder vinden wij het een prima kaderbrief en wensen wij u veel succes met uw gesprekken binnen de GGD. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Rooijakkers, D66. Ik sluit mij aan bij de eerdere reactie van de voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ja, we hebben verder ook geen aanvullende punten die al gezegd zijn. Het enige wat bij ons nog naar boven kwam, was ook hier hebben we te maken met de overheveling van overheadkosten. En we zijn benieuwd in hoeverre straks cijfers nog vergelijkbaar zijn. Omdat je gegevens uit de programma's aan het halen bent. En hoeverre kun je dat nog vergelijken straks met elkaar. Verder geen opmerkingen. Zijn we akkoord met deze kaderbrief. Dank u wel, meneer Veldhuis. Wilt u daar nog een antwoord op? Of is het om mee te nemen voor meneer Van Martels? Om mee te nemen voor meneer Van Martels. Waarvan akte? Zal er nog meer over gezegd zijn? We wensen u succes. Dank u wel. Ik stel voor om naar agenda punt 7. De computer zegt we doen het niet, maar we doen het toch. En agenda punt 7 gaat over de startnotitie thuisvesting vergunninghouders. Informerend. En die heeft eerder op de agenda gestaan in oktober, maar is toen van de agenda afgevoerd vanwege de discussie over de locaties voor tijdelijke huisvesting. In november hebben we gedebatteerd over de verlaging van de taakstelling en is duidelijkheid ontstaan over de locaties. En daarom heeft de agendacommissie gemeend om de startnotitie opnieuw te agenderen. En de status is wel anders, want het college is gestart met de uitvoering van deze startnotitie, zodat we het nu slechts informerend bespreken. De startnotitie is dus geactualiseerd. Dat is eigenlijk de conclusie. U wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie. En ik wil in één ronde in principe uw vragen en opinie graag horen. Wie kan ik het woord geven voor? Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel. Te beginnen zei u dat die geactualiseerd was, maar ik heb het naast elkaar gelegd en het viel nogal mee wat daar is veranderd. Dus er zijn maar twee puntjes. Om te beginnen was die notitie die oorspronkelijk 6 september is geschreven zou besproken worden. Nu is het kennis nemen. Ik heb al eerder heel betoog gehouden dat ik het ernstig heb betreurd dat die is uitgesteld. Dat zal ik niet opnieuw doen, maar ik betreur het nog steeds. Maar naar aanleiding daarvan heb ik een vraag. Namelijk, behalve dat er op één bladzijde een tabelletje is bijgekomen en dat het doel is veranderd, is mijn vraag eigenlijk, is er in de tussentijd wat gebeurd? Want omdat er nauwelijks aanpassingen aan de notitie zijn geweest en is er wat geleerd in de tussentijd. Tweede vraag is of het college voornemens is om te kijken naar de gezinssamenstelling van de vergunninghouders bij het bepalen welk gezin waar geplaatst wordt. Er zijn namelijk nogal wat verschillende locaties. Het kan zijn dat mensen met kinderen in een bepaalde wijk beter van pas komen. Mensen zonder kinderen op andere locaties. Gaat u daar naar kijken. En verder zijn er in de werkgroepen vergunninghouders veel organisaties goed bedoeld bezig. Is het nog mogelijk om die veelheid aan organisaties om die goed af te stemmen? Te zorgen dat het ook echt goed gebeurt. En omdat het in één ronde moet, voorzitter, ook meteen de opinie. Wij vinden als D66 belangrijk maatwerk, menselijkheid en met elkaar. Dan heb je 3 M's. En wij zijn in die zin tevreden over de startnotitie. We moeten er scherp op zijn dat het maatwerk goed geborgd wordt in het plan van aanpak. Dus niet alles dicht regelen. Vaak is dat een reflex om zeg maar alles tot in de puntjes te willen afstemmen. Maar als je dat doet, dan is het weer lastig om maatwerk te leveren. Schep de kaders, maak afspraken tussen de organisatie waarbinnen het maatwerk verleend kan worden. Onze statushouders hebben recht op een open en warm welkom, gedegen begeleiding bij het opbouwen van een nieuw leven in Dalfsen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Uitslag, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er wordt nu al veel nagedacht over het thuisvesten. We hebben de avonden die toen nu toch georganiseerd zijn geweest over het meedenken
bezocht en hebben complimenten erover aan de organisatoren, maar ook aan de betrokkenen en de constructieve inbreng die daar geleverd wordt. Wat ons betreft moeten we als gemeente oppassen dat we niet het wiel opnieuw gaan uitvinden. Dus ik zou ook het college willen oproepen om ook tips en ervaringen van andere gemeenten te betrekken bij de uitwerking straks. En als richtlijn, als fractie hebben wij drie stromen of drie punten onderkend in dit verhaal. Eén is draagvlak van inwoners in de volledige breedte van onze gemeente. Daarnaast het investeren in statushouders, dus opleiding, dus, en kracht zetten, integreren door de taalkursus. Ik vond het een prachtig voorbeeld, geeft ze de ronddruk, waarmee ze dus en spelende wijs ook de cultuur een stukje meekrijgen, maar ook taal op een andere manier binnenkrijgen. Dat taal niet alleen vervelend is om te leren, maar ook gewoon hartstikke leuk. Maar ook het aanspreken van de kracht van de statushouder. Niemand komt hier naartoe om een handje op te houden. Maar ja, het geldt voor ons ieder. Op het moment dat je je waarde gekend voelt, dan doet het dat met je. En dat helpt ook, denken wij, in de integratie. En als derde stroom, voorzitter, zouden we... ik heb die opleider opgeschreven, maar dat klinkt natuurlijk wel wat vervelend. Maar met name aandacht voor buren en omwonenden. Om die goed voor te lichten, te betrekken. En dat is zeker niet een even als bijactiviteit hebben, maar dat is misschien wel een van de hoofdactiviteiten. Want het is voor de statushouder nieuw, maar voor de omwonenden net zo nieuw. En een aantal dingen die we dan als fractie zelf meegaven zijn sport, muziek en samen eten, dat verbroedert. Dus laat dat ook een centraal thema zijn in de activiteiten. En daar waar het georganiseerd wordt. We hebben een kansenpot, voorzitter, die is al een succes. Maar wat ons betreft zou hier ook nadrukkelijk voor ingezet kunnen worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer Uitslag. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u, voorzitter. Onze dank voor deze notitie. De actualiteit zit erin gebakken. We hebben een paar vragen, opmerkingen, aandachtspunten die we de wethouder willen meegeven. En de eerste is, Dalsen vangt al jaren statushouders op. En wat zijn de tips en de tops van die afgelopen jaren? Hoe worden die meegenomen? Dat is de eerste. Tweede, de draagvlak onder inwoners is gebaat bij wederkerigheid. Niet alleen welke informatie krijgen statushouders over Nederland en onze cultuur en onze gewoontes, maar ook wat krijgen wij als Dalsenaren te horen over de cultuur, de achtergrond, het land van de vluchtelingen. Maar het lijkt nu soms wel inrichtingsverkeer. Ze moeten vooral veel leren van ons en hoe wij in elkaar zitten. Maar het is ook belangrijk dat wij als Dalsenaren al geheel betrokken worden. En dat ook wij daarover horen, dat niet alleen maar de buren als het gaat om echt waar komen nou mensen te wonen, maar gewoon als samenleving. Ik formeer ons als samenleving heel breed. Wederzijds begrip is belangrijk. Het derde punt, de kerken worden genoemd in de notitie en dan gaat het vooral over de diaconieën. En dan gaat het vooral veel over geld. En we missen eigenlijk de plek van kerken als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Er zijn niet alleen moslimvluchtelingen, maar ook christelijke vluchtelingen. En met hen is qua kerken heel snel een aansluiting te maken. En dan gaat het over een stuk gemeenschappelijke herkenning, wat erg kan bevorderen dat mensen zich gehoord voelen en dat mensen heel automatisch worden opgenomen in een stukje van de samenleving. Dus het biedt ook kansen om daar in de kerken bij te benutten. Het lijkt dus goed om dat punt ook mee te nemen. Dat waren onze drie aandachtspunten, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen van de startnotitie thuisvesting statushouders. In oktober hebben we dit punt van de agenda laten halen omdat we van mening waren dat er veel verwarring zou ontstaan met de huisvesting van statushouders. Nu we een aantal weken verder zijn en er meer duidelijk is met betrekking tot de huisvesting, komt het onderwerp veel beter tot zijn recht en kan de startnotitie besproken worden met de aandacht die het verdient. De kans op verwarring is op dit moment verdwenen en gezien het feit dat de vertraging zeer beperkt is gebleven, zijn we dan ook zeer tevreden met onze stellingname in oktober. We hebben een tweetal vragen, eigenlijk een vraag en een vraag met daarin een aanbeveling, zoals er ook net met het onderwerp gezondheidsbeleid werd aangegeven. Dat is dus het verhaal sociale duurzaamheid. Volgens ons doen we onszelf tekort door dat niet te vermelden in het voorstel. Het is toch een belangrijk punt. En de vraag die we open hebben staan is dat het leren beheersen van de Nederlandse taal een belangrijk punt is.
een heel belangrijk onderdeel om deel uit te maken van de Dalfse gemeenschap. Omdat taal wel echt de basis is voor goed integreren. De taal wordt geleerd door middel van taalkursussen. Kunt u ons aangeven hoe er beoordeeld wordt of men de taal voldoende beheerst? Gaat dit middels een examen of een aanwezigheidsbezigheid? Dus daar zijn we wel benieuwd naar of de wethouder daar een antwoord op heeft. We hebben ook de brainstormavonden bijgewoond en we waren erg positief over de energie en de antwoorden die er op die avonden te vinden was. En dat vonden we erg positief. We verwachten dan ook dat de input die op die avond werd gegeven wordt meegenomen in het verdere traject. De inhoudelijke uitgangspunten van het stuk, maatwerk op de talenten, de vaardigheden en de drijfveren en daarnaast ook het draagvlak in de buurt van de plekken waar de statushouders komen, zijn de belangrijkste uitgangspunten om te komen tot een geslaagde integratie. De overige genoemde uitgangspunten zijn zeker net zo belangrijk, maar het begint bij het raken van de kern. En dat ligt volgens ons bij die eerste punten. We zijn ervan overtuigd dat thuisvesting maatwerk is en dat er gekeken moet worden naar de talenten en interesses die er zijn bij onze nieuwe buren. Want wanneer leer je? Volgens ons op het moment dat je iets doet waar je goed in bent en waar je interesses liggen, waar die ook liggen. Als we dat weten, dan kunnen we stappen maken. Het is dus belangrijk dat er begonnen wordt bij de kern van de vraag en het maken van een goede start voor elke nieuwe inwoner. De startnotitie is volgens ons een goed vertrekpunt. Alle deskundige partijen zijn aangehaakt en er wordt veel input gegeven. Maar zoals ook in de notitie te lezen valt, is de rol van de gemeente beperkt tot een faciliterende. En daarin ligt ook het aandachtspunt. We zien namelijk tijdens de brainstormavond zagen we een heel aantal deskundige partijen met alle hun eigen deskundige achtergrond en visie. We willen dan ook graag aandacht vestigen op het feit dat het volgens ons belangrijk is om informatie te verzamelen en een plek te creëren waar de informatie gehaald kan worden als er vraagstukken of problemen zijn. Sommige obstakels hebben we het idee dat die op dit ogenblik niet genomen worden, terwijl een andere deskundige partij de mogelijkheid biedt om het eenvoudig op te lossen. Dus het is het vinden van de weg. Eigenlijk dan nog een vraag aan de wethouder of hij kan kijken hoe we dit stukje het beste kunnen invullen. Dus hoe vinden we een plek waar we informatie kunnen verzamelen en mensen met elkaar in contact kunnen brengen om zodoende de integratie beter te waarborgen. Goede startnotitie, tijdsplanning prima en we zien de resultaten graag tegemoet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schuurman. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Eigenlijk hebben we nog even één vraag vooraf aan de wethouder. Op welke wijze gaat het college straks om met het maatschappelijk middenveld en de inwoners naast de brainstormsessies die nu genoemd worden? Heeft u daar al ideeën over en komt daar straks ook voldoende aandacht voor in het beleid zelf? Dan onze opinie. Thuisvesting van vergunninghouders is voor de VVD belangrijk. Waarom? Omdat men met de goede thuisvesting de integratie op een goede manier kan verlopen. Als de vergunninghouders zich thuis voelen in ons land, zullen ze eerder geneigd zijn om zich aan te passen aan de gebruiken in Nederland. Maar thuisvesting gaat voor ons veel verder dan dat. Voor een goede thuisvesting moeten ook de bewoners van Dalfsen zich thuis voelen in hun eigen huis. Dat creëert draagvlak onder de autochtone bevolking. En zijn zij ook bereid om de vergunninghouders zich thuis te laten voelen? En op dat punt missen we nog twee belangrijke onderdelen in de startnotitie die we willen vragen om mee te nemen. Veiligheid is een belangrijk thema wat we onvoldoende terug zien komen. Het gaat hier om de veiligheid naar de autochtone bevolking, maar ook de veiligheid naar de vergunninghouders zelf, onderling, als ze met elkaar in een huis wonen. We hebben in de discussie over de tijdelijke opvanglocaties gezien dat de autochtone bevolking zich mogelijk onveilig voelt. Enerzijds heeft het te maken met de concentratie van vergunninghouders in een woongebied, maar anderzijds met mogelijke, let wel, mogelijke geestelijke problemen door oorlogstrauma's bij vergunninghouders. Naar ons idee zouden we de professionele hulp meer moeten toevoegen aan bijvoorbeeld de sociale kernteams. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inbreng van GGZ. De sociale kernteams moeten naar ons idee worden toegevoegd aan de werkgroepen vergunninghouders. Ze zitten nu in het maatschappelijk middenveld en we zien graag een verschuiving daarin.
We zijn verder bezig met het vormen van beleid rondom de komst van vergunninghouders en de integratie daarvan. Dit beleid zouden we er meetbaar kunnen maken om te bepalen of het effect heeft. Hoe gaan we dit meten? We pleiten voor een integratiemeter. Een meter die objectief inzichtelijk maakt hoe het integratieproces verloopt voor de gemeente Dalfsen en haar vergunninghouders. Hoe denkt u hierover? We denken hierbij aan bijvoorbeeld, er zijn een aantal ideeën die we zelf hebben. Hoe lang blijft een vergunninghouder in de bijstand en hoe verhoudt zich dit tot de autochtone bijstandscliënten? Hoeveel vergunninghouders vertrekken uit Dalfsen na verloop van tijd naar andere steden? Hoeveel vergunninghouders maken gebruik van scholingsmogelijkheden en hoe succesvol zijn ze? Hoeveel vergunninghouders doen vrijwilligerswerk? En hoe ervaren vergunningshouders zelf de integratie? Tot slot vragen we het college vooraf om bij de kostenraming aan te geven op basis van hoeveel vergunninghouders de kostenraming gebaseerd is. Dus om welke bandbreedte gaat het. Dit omdat een eventuele toename van vluchtelingen ook kan leiden tot hogere kosten voor vergunninghouders. Zodat mocht de situatie daarom vragen, het voor ons als raad duidelijk is wat de consequenties zijn. Maar we zien verder het plan van aanpak graag tegemoet. Dank u. Dank u wel, meneer Veldhuis. Meneer Broer, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik zal even na te denken of ik moet gaan reageren, want dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Dus ik zal maar even maar een inbreng doen. U mag gerust reageren. Ja, nee. Dat is misschien beter voor niet. Dank voor het voorstel. Het heeft even geduurd voordat we deze notitie hier hebben kunnen bespreken. En dan ga ik maar even niet verder op in. Het voorliggende voorstel is wat ons betreft op gericht om nieuwe Dalfsenaren zo snel als mogelijk volwaardig onderdeel te laten zijn van onze gemeenschap. Er zijn in de gemeente Dalfsen gelukkig heel veel mensen die hun best doen en die zich willen inspannen om mensen die huis en haard hebben moeten verlaten op te vangen. Er lopen al heel veel initiatieven in de verschillende kernen om mensen te helpen met het simpele, maar soms ook met hun complexere vragen. Een zijwieltje voor een kinderfiets wordt via een Facebookpagina in Lemelenveld zo geregeld. Het leren van de taal wordt vormgegeven door tientallen enthousiaste vrijwilligers in onze kernen. Trots zijn wij op deze initiatieven. En wij zijn tevreden over de wijze waarop de gemeente nu voorstelt, en dat eigenlijk al aan het doen is, dit voor deze groeiende groep statushouders structureel samen met deze maatschappelijke partners op te pakken. Samen met onze inwoners ook. Dalfsen is een gastvrije gemeente en dat zullen we laten zien ook. Aan de slag. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Van Martels, er zijn een aantal vragen tussen de opinie doorgesteld. Mag ik u het woord geven? Ja, daarvoor? Voorzitter, er zijn inderdaad een aantal vragen gesteld. En heel veel van die vragen zie ik gewoon ook in verscholen aantal aanbevelingen die straks in de volgende notitie aandacht verdienen. En dat gaan we dan ook zeker doen, want er zijn heel veel zinnige dingen gezegd. Net zoals op de avonden die we tot nu toe hebben georganiseerd in Nieuw-Leusden en in Dalfsen. Met allerlei mensen die het in ieder geval prettig vonden om daar aanwezig te zijn. Er waren hele succesvolle avonden, maar blij dat we dat gedaan hebben. Deze week is de derde avond in Leemleveld. En dan verwachten we weer de nodige input van mensen. En ja, ik ben echt heel blij dat we al heel veel expertise hebben natuurlijk op dit vlak. Want ja, ik zeg steeds maar weer, want dit doen we al sinds jaar en dag. Maar wat ontbreekt er nog aan? Er ontbreekt nog wel degelijk een aantal zaken aan. Want meneer van de VVD wordt heel duidelijk naar voren gebracht van, kunnen we dat niet beter in kaart brengen? Zijn er geen cijfers beschikbaar? Er zijn al heel veel cijfers beschikbaar. En we zien ook dat het heel moeilijk is dat statushouders, vergunninghouders, dat die een goede plek in de maatschappij vinden door aan het werk te komen. Dat is heel moeilijk. En daar doen we ook alle mogelijke moeite voor om die cijfers in ieder geval, om het voor die mensen makkelijker te maken om aan het werk te komen. Om in ieder geval vrijwilligerswerk, of in ieder geval te sporten, aan het maatschappelijke leven deel te nemen. Want daar gaat het, is het allemaal om te doen natuurlijk. Want pas als men echt het gevoel heeft erbij te horen, dan zul je ook zien dat men zich beter voelt. Dat men ook beter gaat meedoen in de samenleving en succesvollere integratie plaatsvindt. En dat proberen we op allerlei manieren tot stand te brengen. En deze avonden die nu georganiseerd zijn, die dragen er alleen maar aan bij, denk ik, om in ieder geval succesvoller te zijn in die integratie. Want er is nog een slag te winnen en als het gaat om taal, ben ik het helemaal met u eens van, dat is natuurlijk wel zeker bij aanvang het belangrijkste om daar heel veel aandacht aan te schenken. Zodat mensen zo snel mogelijk in ieder geval zich kunnen redden in het Nederlands. Soms is het ook gewoon onmogelijk om de taal helemaal te beheersen. Afhankelijk van de achtergrond van mensen, leeftijden.
En dat speelt allemaal een rol. Gezinssamenstelling, hebben we daar invloed op? Gaan we daar, hoe doen we dat eigenlijk tot nu toe? Dat heeft allemaal, dat proberen we in afstemming te doen. Afstemming, vluchtelingenwerk, Vechthorst, de Veste en de gemeente proberen zo goed mogelijk mensen te huisvesten op die plek waar het meest voor de hand liggend is dat men in ieder geval een goede huisvesting kan vinden. En dat is ook vaak afhankelijk natuurlijk van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, want die zijn er natuurlijk niet op alle momenten beschikbaar. En naarmate er meer mensen komen, is dat ook moeilijker om daar aan allerlei mensen tegemoet te komen. Maar daar wordt wel heel zorgvuldig mee omgegaan en dat blijf ik ook zeker doen. Voorzitter, ik ben bewust als ik heel veel vragen niet rechtstreeks een antwoord op geef, maar dat heeft alles te maken met het feit dat het allemaal in mijn ogen allemaal zinnige opmerkingen waren en voor mij ook relevant zijn om in de notitie straks mee te nemen. En die zult u dan ook natuurlijk zeker, als we dan ook nog de opbrengsten hebben van de integratiebijeenkomsten en de gesprekken met maatschappelijk middenveld, wordt ook genoemd in de notitie, dat we daar natuurlijk ook veel aandacht voor hebben. Niet alleen de integratiebijeenkomsten zelf, maar ook nog met bepaalde partijen uit het maatschappelijk middenveld nog eens goede gesprekken te voeren. Dat moet allemaal nog gebeuren. Staat hier wel november, december, maar dat hebben we nog niet gedaan, maar daar gaan we wel mee aan de slag nog. En zo zijn er heel veel zaken die we serieus opgepakt hebben. Een aantal dingen nog moeten doen. En vervolgens moet dat zijn vertaling krijgen in een notitie die u straks in het volgend voorjaar onder ogen krijgt. Tot zover. Dank u wel, meneer Van Martels. Wil iemand uit de commissie hier nog op reageren? Mag ik concluderen dat de wethouder heeft aangegeven dat de aanbevelingen die u allen heeft gedaan, die worden meegenomen. En het is niet nieuw voor hem, maar er zijn zeker een aantal verbeterpunten. En daar waar we de mensen een warm welkom kunnen heten, zullen we dat zeker doen. De nieuwe Dalsenaren horen bij ons. Dat zijn onze nieuwe buren en daarmee is deze notitie besproken. U gaat ermee aan de slag, of u bent er al mee aan de slag. We wensen u veel succes daarbij. We hebben kennis genomen van. En daarmee is agenda punt 7, de stadnotitie thuisvesting vergunninghouders.